Deze heldendaad, beste mensen, dames en heren, redden vele Nederlanders, maar kosten vele Amerikaanse soldaten en hun familie ook veel leed. Goedenavond. Gelderland staat dit weekend stil bij 80 jaar operatie Market Garden. En in Nijmegen werd vanmiddag stilgestaan bij de Waaloversteek. Militairen staken daar in 1944 de Waal over om de brug te veroveren. In 1944 steken de geallieerden de Waal over in canvasboten. Het doel, het veroveren van de spoorbrug en de verkeersbrug. De Waalkrossing, zoals de operatie wordt genoemd, was lastig, vertelt historicus Wil Lenders. Een brede rivier, 200 meter, hoge stroomsnelheid, 4 tot 5 kilometer per uur. Uiteindelijk lukt het de militairen om de bruggen in handen te krijgen. Nu, 80 jaar later, wordt de Waalkrossing niet alleen nagespeeld, maar ook herdacht. Deze heldendaad, beste mensen, dames en heren, redden vele Nederlanders, maar kosten vele Amerikaanse soldaten en hun familie ook veel leed. Wij zijn hen allen immens dankbaar voor het offer dat zij brachten voor inmiddels 80 jaar vrijheid voor Nijmegen en haar omgeving.